Bam! Hey, jump. Ja, jump. Uh, de piepshow show met een E en een 3. Uh, want uh, nou, er zit nog niet echt, echt zeg maar, E3-dingen in. Maar ik denk wel dat we tijdens deze piepshow show een beetje gaan zien uh, waar we naartoe gaan met de industrie. En daar gaat niet iedereen even blij uh, mee zijn. Denk ik, vind ik, meen ik. Um, het is aan jullie om. Ja. Na te denken of je ook vindt. Um, we gaan beginnen met Redfall. Um, Redfall is. Uh, en dan moet ik even dit allemaal fixen. Um, oh jeetje, je zit weer een paywall achter natuurlijk. Uh, nou goed, ik, ik weet het uit mijn hoofd. Um, 12 foot.io. Ja, het gaat over uh, Redfall. Redfall. Is de game die op de Xbox is uitgekomen <laughs> onlangs? En um, die was niet goed. Die was best wel slecht. En heel die veel was mensen dachten: super fucking. Ja, die, kut was, die was echt heel erg kut. En heel veel mensen hadden zoiets van. Waarom hebben ze dit uitgebracht? In hemelsnaam. Iedereen ziet toch dat dit niet goed is. Nou, uh, is Bloomberg is daar ingedoken. Heeft weer met mensen uh, gesproken. Uh, off the record, on the record. En er komt best wel een heftig uh, beeld uit naar voren. Um, de studio is de studio die ook ooit Prey heeft gemaakt. Nou, dat het was fantastisch, fantastische game. Uh, maar een, een commerciële flipflopper. Um, dat was hun vorige game ook. En uh, dus stond die partij behoorlijk onder druk. En Zenimax, dat is dus de moedermaatschappij. En nou, daar komen ze weer de speech, spreadsheet, maar Die zeiden: Jongens, jullie gaan voor ons maken een multiplayer game, een live service game. En dan moet een fucking microtransaction in, want we gaan geld verdienen. Er moet eens dus een keer geld verdiend worden door jullie. Dat, dat gelukt met, met Prey, is hartstikke leuk en adem, het verkoopt niet. Mm -hmm. 70% van de mensen die daar werkten is vertrokken. Oké, okay. na uh, gedurende. Na en, nee, 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 na Prey. Oh, oké. Okay, dus ja. doordat dit gebeurde, uh, ja. waarmee de werk. Maar werkdruk... Prey is jaren terug. Dat zijn, die game is al oud. Ja, 2018. Ja. Dus in vijf jaar tijd is Prey. in 2018 ja, uitgekomen? Ja, 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 Nee, man. Nou ja, dus de. de, 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 de volgens mij was dat Prey 2 dan. Maar er is een Prey uitgekomen. Uh, in ieder geval. Redfall is in 2018 begonnen met productie. Misschien was Prey nog iets daarvoor. Veel daarvoor. Oké, okay. nou, okay. anyway, Dat was een flop. Uh, er kwam een dwingend verzoek. Dat is geen verzoek, maar een verzoek vanuit. Een dwingend. Uh, niet een dringend, maar uh, een dwingend. dwingend verzoek. Inderdaad. Van jullie gaan fucking uh, Microsoft maken. Een uh, um, multiplayer game en, en weet je wel, whatever. Ja. Uh, 70% van de mensen is in, tijdens die productieperiode van Redfall vertrokken. Ja. We hadden er gewoon echt helemaal geen zin in. Waardoor uh, de werkdruk gigantisch hoog werd. Okay. Uh, er was totaal geen visie van. Waar gaat het nu naartoe? Hoe dan? Market sections, waarom is nee, het die studio's een zwalkend schip? Een zwalkend schip, inderdaad. En uh, wat je heel vaak ziet, is dat dan uh, de baas van die studio zegt uh, tegen die jongens daarboven: uh, Het gaat allemaal goed komen. Uh, in the end, we always have uh, uh, um, uh, arcane magic. Uh, dat heb ik al een keer gehoord met Bioware. Bioware mm. magic, die magic werkt dus een keer niet, en dat was hier het geval. Um, het rare is, dus, nou het grappige is dus dat de mensen van Arkane nu zeggen, wij keken toen, toen we gekocht werden, toen Microsoft, keken we gewoon echt naar Microsoft van kill dit project. Kill het. Ja. En Microsoft heeft dat dus niet gedaan. Sterker nog, Phil Spencer zegt, ik wil dat niet doen. Ik wil niet studio's gaan uh, uh, zeggen wat ze wel en niet moeten doen. Dus die hebben juist weer die hands-off. Dus ze zaten allemaal ja. een beetje naar elkaar te kijken en uiteindelijk is, is het maar uitgekomen. En dit soort situaties zie je volgens mij best wel... Vaak uiteindelijk zijn de microsections er weer uitgeslopt. Dat wel. Uh, want dat, dat leverde zoveel ellende op online. Dat het ook ging niet werken. Mm -hmm. En hier zie je een beetje de hele tijd die wisselwerking tussen aan de ene kant die management, wat zegt van jongens, er moet geld verdiend worden. Het moet een gaas zijn. Het moet microsections hebben. En de developers die denken, maar ik, ik wil gewoon een game maken. Weet je, wat de fuck moet ik hier nu gaan ja. maken? Ja, kut is dat hè? Het is uh, inderdaad, je, je, je omschrijft het heel goed. Het is exact die twee werelden. Het zijn doelstellingen van bovenaf. Die Verder, niemand wil die doelstellingen. Dus nee. de developers willen het niet. En de gamers willen het ook niet. En dat is het rare, dat je dus op een of andere manier. is er dus. In de top van het van van die game development bedrijven is een soort idee ontstaan dat games op een bepaalde of naar een bepaalde formule ontwikkeld moeten worden. Mm -hmm. Maar die formule werkt helemaal niet. Nee. En het heeft één of twee keer gewerkt, weet je, met Fortnite of met met uh, Warzone, of weet ik van. Misschien zijn er nog een paar voorbeelden. Maar het ding is, die zijn niet van met die formule gemaakt. Die formule is later ontwikkeld om te lijken op dat soort games en het werkt niet de andere andere kant op. Weet je, ja. het werkt gewoon niet. Je kunt niet een, een hit maken en gaan zeggen van ja, maar dit is wat hoe een hit eruit ziet. Nee, die, wat je krijgt is bullshit. En Redfall is hoe bullshit eruit ziet. Ja. En dat is het um, dat is het treurige dat we daar we worden daar als gamer letterlijk door geteisterd door deze ziekte. Ja. En het gaat pas weg als al die managers ontslagen worden als ze allemaal weg zijn zonder uitzondering mm -hmm. en sommigen zijn overduidelijk assholes weet je bij Ubisoft nou hop eruit sommigen zijn overduidelijk good guys zoals Phil Spencer hop eruit het dondert allemaal niet iedereen moet weg er moet echt schoonschip gemaakt worden in de industrie ja. en normaal gesproken ontstaat dat in zo'n industrie Doordat je een, uh, bijvoorbeeld een financiële crisis krijgt of een mm -hmm. ander soort crisis. Uh, mensen kopen die games niet meer. En dan is het klaar. Weet je? Ja. En dan, dan ruimt het zichzelf al op. Maar het vervelende is dat die, uh, doordat we die jarenlange geldcreatie hebben gehad. Weet je, vanaf, ik bedoel, het begon al voor corona. Begon dat, hoor, maar uh, dat, dat geld wat maar echt die, die, die industrie ingepakt. Pompt wordt, weet je, tegen 0% lenen en dan een bedrijf overnemen volproppen met geld. Het heeft allemaal niets meer met kwaliteit te maken. Nee. Het heeft alleen maar te maken met van hoe krijgen we de financiering rond van dit bedrijf. Ja. Met als resultaat dat die games ook allemaal kut zijn, want dat doet er niet meer toe of die goed zijn. Want de, want de inkomsten, het inkomstenmodel zit ergens anders. Dat zit er bij de bankensector. Ze kunnen gewoon lenen tegenop zetten. En nu, nu hebben we 5% of 6% rente. Nu is die, de, 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 de tijd van, van gratis geld is voorbij. Ja. En dan moeten die studios opeens passeren. Maar dat kunnen ze helemaal niet meer. Dat werkt al lang niet meer. Die, die shit is de lot tot op het bodem. Mm -hmm. Het moet allemaal weg. Je, je. Het moet echt nou, allemaal weg. Er moet inderdaad flink wat veranderd worden. Um, het ding is. Van, daar is eigenlijk een grondige herijking. Van, van de hele industrie voor nodig. Kijk de, de ja. industrie. Kijk, ik snap dat bedrijven winstgevend moeten zijn. Ik bedoel, da daar doe je het voor. Maar dat is dus helemaal niet meer zo. Nee, ook dat is nog eens een keer het geval. Maar je hebt natuurlijk die constante druk van aandeelhouders... van het moet groter en groter, nog meer, nog meer, nog meer. En dat vind ik vooral de oorzaak van. Van waarom is het niet meer genoeg om te zeggen van... hé, hey, ik ben gewoon een, een, een developer en ik breng gewoon één game per vier jaar uit... en daar kan ik mijn bedrijf prima mee bedrijven. Ik kan ook wat winst maken en, en dan kan ik weer wat extra mensen aannemen... En het moet altijd maar groter en groter. Ja, groter. Dat, dat is het hele ding. Ik bedoel, dat is hoe onze economie eruit ziet. Ja, maar de... omdat het, en om heel eerlijk te zijn, als je helemaal terug gaat naar de basis, waarom is dat? Dat is omdat we, zo, dat we geld hebben, wat mm -hmm. verwatert. Weet je, de koopkracht van onze van de euro's of van de dollar, dat verwatert. Maar al die bedrijven maken nog steeds winst. Alle purposes hebben dit jaar of volgens mij op Square na hebben ze gewoon een positief jaar gedraaid, maar dat is blijkbaar dus niet genoeg. Nee, en dat maar... doen ze ook. Want oké, okay, laat ik even iets anders erbij uh, pakken eventjes. Mm. Uh, dit is namelijk ook een interessant bericht. Uh, Take Two heeft natuurlijk ook weer de jaarcijfers bekendgemaakt. De verkoop van fysieke games is nog maar 5% van het totale aandeel. Uh, van de inkomsten van Take-Two. 5% komt nog uit de GTA's en dat soort dingen. En dan hier staat nog een keer een zijde Deze is ook wel heel erg leuk. Uh, recurrent Consumer Spending. Dat zijn dus die Microsoft Sections uh, 4.1. Uh, tegenover miljard. Full, Ja, miljard ten, ten opzichte van Full Game en Other is 1. Ja. Dit gaat het om. Dit is wat iedereen ziet. Dit is van, fuck, hier moet ik naartoe. Um, dit is de rot, dit is de pest. Uh, mensen focussen niet meer op een goede game maken. Mensen zijn alleen nog bezig van, het, het, moet multi, uh, het, moet, het moet een gaas zijn, het moet, uh, het moet constant uh, een, een, een drang, een dwang in zitten om de hele tijd maar, maar wat weer wat denk je, nou, wat voor games zijn dit? Het is, ze hebben uh, uh, NBA uh, ja, ik, 2K. Nee, nee, en, oh. Het is vrijwel alleen maar Zinga. Oh ja? Ja. Hun, uh, hun <laughs> Zynga Mobile uh, doet bijna op dit moment al hun inkomsten. Jesus Christ. En, Wat een risico, man. Um, en dit is natuurlijk wel een dingetje. Kijk, dit. Ik, ik, um, het, ja, nou ja, ik ben. Zolang, kijk, Jij roept heel vaak um, voor ons als gamers. Als, als mensen die houden van uitdagende, innovatieve, pittige, lange, grote, mooie games. Moeten we echt naar de indie studios gaan kijken. Want um, dit laat zien dat voor Take two Kun je bijna stellen dat zelfs een GTA niet zoveel uitmaakt als dat maar 5% van de revenue is. Het is. Natuurlijk, ja, maar ja GTA ook... Online kan het wel binnenbrengen. Maar als mobile zoveel meer inbrengt, omdat het allemaal free to play is met Microsoft en dit en dat erin. Uh, waarom zouden zij nog. Ge, 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 gemotiveerd worden om te zeggen weet je wat we gaan een hele vette single-player-game maken waar we er 8 miljoen van verkopen ja nee maar absoluut je hebt allemaal gelijk maar de, het vervelende hiervan is kijk je moet mobile gewoon zien als een losse bedrijfstak ja en het vervelende is dat take two uh, blijkbaar zo ontzettend teruggevallen is zoals al die grote uitgevers omdat gewoon echte gamers moeten hier niks van hebben maar het vervelende is als je de cultuur van je echte game bedrijf, gaat vergiftigen met de cultuur van mobile shit, dan heb je een uh, heb je een, 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 een ja je kleert uh, je steekt eigenlijk je bedrijf overhoop. en we hebben dat ook gezien bij uh, bijvoorbeeld uh, goed voorbeeld in Japan Sega en Sammy gingen samen mm -hmm. iedereen kent Sega maar Sammy is wat minder bekend maar Sammy is vele malen groter dan Sega en dat Sammy doet die de automaten iedereen in Japan weet hoe groot dat is dat is een soort zijn een soort gokkasten met kleine ja, balletjes die een balletje eruit komen domstel, ja. en dat um, uh, daarmee krijg je dus ook automatisch dat de focus van het bedrijf blijft op het punt liggen waar de meeste inkomsten zijn. En daardoor zie je Sega gewoon wegzakken. Weet je het is leuk dat Semi Sega heeft gekocht? Die dacht ja, misschien kan dat wat toevoegen aan onze core business, namelijk die Pachinko-automaten. Nou, in de praktijk, waarschijnlijk weet ik veel, misschien hebben ze vijf, zes automaten met een of andere Sega-game-thema uh, gemaakt. That's it. Nou, en dat was het alweer, jongens. En hetzelfde ga je hier nu zien. Weet je, ik bedoel, 2 doet niets meer. Er komt geen game uit. Ik bedoel, misschien als uh, GTA uitkomt, dat het weer eventjes voor een paar jaar oké okay is, maar fuck hel wat een wat een drama wat een aanfluiting voor je bedrijf is dit ja ja, ja uh, maar is dat dan omdat jij mobile niet leuk vindt Ik bedoel als 40 uh, 40 van je inkomsten binnen één uh, of twee jaar na aankomst uh, gewoon uh, uit uit zinga komt en het is fucking profitable ja. ja, dan wordt de mobile game provider en niet zozeer meer. Bedoel, laatst hebben ze. Ik, ik, ik ben even de naam van de game kwijt. Toen hadden ze ook weer zo'n Marvel game, uh, uh, die best wel leuk was. Ook, ook uh, niet real time, maar turn based. Ja, ja ik weet wat je bedoelt. Ja. Hebben ze miljoenen ingedaald voor gemeten? Bedoel, nee, maar dan, omdat het een schaadt was. Nee, oh, tu het... snap ik. Maar, en oké, okay, misschien was het niet echt een schaadt maar ik bedoel, ik hou van RTS en zeker ja. van, van, van turn based strategy. En ik vond het gewoon niet zo leuk. Ik gaf dat Shelly het wel heel leuk vond. Ja, maar. ja, het, de, de, de cijfers waren goed, maar het verkoop van gaan nou dan zal straks. Niets, zoiets hebben van oké, okay, dus aan de ene kant die mobile shit en met free to play, want het is allemaal free to play dat verkoopt als een dro als, als 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 een, een mogol en we verdienen er heel veel geld en daar moet ik heel veel geld in stoppen en dat verkoopt niet en het is nog constant ook weer te laat en dat soort shit. We gaan links ja. af. Weet ja, je? ja, maar en, het probleem daarmee ja. is wel dat je daarmee. De zuurstof wegneemt uit je development proces. Nee, dat, en dat, dat, ik... dat dan die turn-based game niet goed verkoopt. Oké, okay, ja. Allah, weet je. Maar het vervelende is dat daarmee ook uiteindelijk GTA een slechtere game wordt. Dat, dat zou best kunnen. Dat, want je, ja. je gaat gewoon automatisch minder energie steken exact, in, ja. in dat soort games. GTA Online wordt belangrijker dan GTA 6. Nou, daar, is, daar zie je het al. Ja. GTA Online, het interesseert me minder dan niets. Nee. En dan, uh, maar de nieuwe GTA wil ik graag spelen. Maar ja weet je je hebt gewoon kans dat dat uh, weet je bij de vorige GTA kregen we nog Ballad of gay Tony en de Lost en the Dam. Ja, ja. weet je uh, uh, en dan gewoon een fucking vette DLC dat is nu allemaal verdwenen in die GTA Online crap die ik niet hoef te spelen ik nee. vind dat gewoon jammer nou ja, verdienen ze meer geld mee um, ja. overigens wat ik wel interessant zou vinden wat ze dan weer niet specificeren is van wat verkoopt dan zo goed bij Zinger kijk Zinger heeft natuurlijk een paar ik weet niet uit mijn hoofd maar die is ongetwijfeld twee drie vier hele grote games uh, hebben die dat al lang zijn. En, uh... Precies, dat zijn bekende franchises, maar zomaar iets nieuws verzinnen. Ik bedoel Ubisoft met Rainbow shit, uh, Rainbow shit, uh, Rainbow Six <laughs> Mobile. Ik bedoel, wie zegt dat daar dat iedereen dat gaat spelen? Dat dat is dan ook weer het gevaar van. Het zijn hardcore. Publishers die dan opeens de casual markt opgaan met een hardcore merk? Ja zo werkt dat dus niet. Een hardcore gamer wil ja. niet per definitie Rainbow Six zeggen, nee, ja, ja, maar dan kan ik niet goed aimen. Nee, maar en dit die... is voor de Chinese markt. En in Azië is t-shirt groot. Ja. En dat is met ja. Zinga ook. Weet je, het leeuwendeel van de omzet van Zinga komt waarschijnlijk ja. uit Azië. We worden een ja. beetje vergeten. Maar goed, dit, dit is in ieder geval wat je ziet. Ook waarschijnlijk gewoon tijdens de persconferenties. De, de belangen uh, zijn aan het verschuiven. Het is niet meer jij en ik. Uh, de hardcore gamer die wordt bediend. Maar steeds meer ook gewoon uh, de massa. Uh, andere doelgroepen die blijkbaar veel meer geld inbrengen. Ja, zo is het al eenmaal. En dat gaat gewoon verandering uh, uh, um, teweeg brengen. Eén van die veranderingen. Uh, die vond ik ook heel leuk. Uh, die is natuurlijk... Um, Cloud gaming. Cloud gaming. Uh, de CMA heeft onlangs uh, de deal uh, van Activision Blizzard uh, afgeketst. Oftewel, het mag niet. Vanwege cloud gaming. Cloud gaming. Uh, als Microsoft erin zou gaan. Uh, ja, dan zou cloud gaming te snel gedomineerd worden. En cloud gaming was volgens de CMA de toekomst. En wie uh, spinde daar garen bij? Dat waren Sony en Google, Amazon. En er is één partij die heeft aangegeven dat cloud gaming de shit zou gaan worden, dat het groot zou gaan worden. En dat zou misschien zo niet kunnen zijn. De meeste mensen zeggen dat het Google is. Uh, wat wel weird is, omdat zij natuurlijk net met Stadio zijn gestopt. Maar goed, dat kan nog steeds een soort van ook uh, concurrentieachtig beding hebben. En wat schetst mijn verbazing? Uh, deze man, uh, dat is de uh, uh, Kenichiro Yoshida. Ja, Yoshida. Die doet eventjes een interview uh, in de uh, Financial Times... waarin die zegt van, uh, nah, die cloudmarkt, ik weet niet man... Technical problems uh, dat gaat echt nog wel een hele tijd duren voordat dat wat is. Hier staat hij, en hij heeft helemaal gelijk. Hij heeft helemaal gelijk. Playing <laughs> down the risk to console maker of the industry. Die hele deal van de CMA is dus afgewezen door de CMA op basis van uh, dat cloud gaming al snel heel belangrijk gaat worden. En iedereen zei dat is niet zo waar baseer je het op. En nu zegt Sony zelf ook van ja, nee, het is nog helemaal niks. Ja. Nee, het, het, is, het, het, bizar. Het, het, het valt of staat bij landen die gewoon een hele goede 5G-dekking hebben. En niet die nep 5G die wij hebben, maar ja. um, uh, echt 5G. En um, uh, glasvezel, da, daar, dat heb je gewoon nodig. Ja. En om heel eerlijk te zijn, ik weet niet eens of dat uh, wel, wel genoeg is. Weet je? Ik bedoel, nee, uh, en, en je ziet nu ook dat de druk op de CMA, de CMA, wordt nu echt ook vanuit de politiek. Dus ik geloof dat de minister van Binnenlandse Zaken in Engeland heeft zich er al tegenaan bemoeid. Uh, iedereen zegt van jongens, dit, dit kan niet. Het slaat helemaal nergens op het feit dat Sony dit dan ook nog even gaat ondergraven. Vind ik niet heel erg slim. Ja. Overigens is nu ook uh, heeft Microsoft dat is een beetje cryptisch heeft gezegd dat zij uh, alle middelen openhouden om deze deal uh, door te laten gaan. En dat zou dus kunnen gaan betekenen dat ze zich ook mogelijk uit de UK gaan, uh, ja, de, de, zich daaraan gaan terugtrekken. Nee man, dat gaat nooit gebeuren. Ze gaan gewoon mee met de mee. Nee, ik denk uiteindelijk dat ze hiermee omgaat. Dat, dat ja. geloof ik ook wel. Uh, maar ze zijn dus die druk aan het opvoeren. Dus ze voelen nu van, de druk wordt vanuit de politiek steeds hoger. Want die zien je ook alleen, fuck, dit is misschien niet zo heel erg slim. Hmm. Want de cloud zou best wel iets kunnen zijn. Al die techbedrijven hebben zoiets van, dat ga ik niet in Engeland zitten. Ja. Uh, dat kost me te veel geld. Dus daar gaat heel veel druk erop. Uh, en vervolgens dat Microsoft ook zegt, nee dude, als het niet doorgaat. Nou, dan ga ik gewoon helemaal weg uit Engeland. Dus uh, de druk gaat op de ketel. Ik denk ook dat het... Uh, ja, dat die Volgens mij is dat juni, eind juni dat we dan wel weten. Of begin juli um, dat zie je mee deze keutel gaat intrekken. En, uh, ja, dat dat gaan blog... we zien. Dat, oh, gaat, dat is wat er gaat gebeuren. Wat er gaat gebeuren. Uh, tot slot hebben wij. Um, dat vond ik ook wel interessant. Um, Square Enix. Square Enix gaat niet zo ontzettend lekker. Um, een van de weinige bedrijven die dit jaar gewoon geen goed jaar heeft gedraaid. En uh, nu komt Final Fantasy XVI uit. Die komt 22 juni uit. En uh, mensen van Square hebben nu uh, laten weten dat ze de pre-orders niet heel erg uh, fijn vonden gaan. En dat ze bang zijn dat ze doelstellingen niet gaan halen. En dat heeft er alles mee te maken. Uh, Square heeft zich helemaal gekoppeld aan Playstation. Oftewel, ja. het is een Playstation, in ieder geval, timed exclusive. Um, dit heeft ze bij Forspoken uh, heel veel gekost. Dit heeft ze ge gekost bij een andere game. Ik ben de naam even kwijt, die was nog slechter. Hmm. En bij Final Fantasy ook. En... Ik heb even specifiek dit plaatje erbij gepakt. Deze man Noir heeft dat uh, mooi, mooi plaatje voor mij gemaakt, als het ware. Die zegt van: Jongens, Capcom, uh, Sega en Namco Bandai draaien topjaren. Ja. En waarom? Goede content. Goede content en multiplatform. Ja. Ze gaan niet gokken op een van die beiden. Want je bent ook gestoord als je alleen maar de Xbox neemt. Je bent gestoord ja. als je alleen maar de Play. Je doet gewoon iedereen. Laat je niet. Um, en dat komt nu naar buiten van PlayStation, betaalt hiervoor. Hm. Maar het lijkt erop dat 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 bedrag wat ze betalen lang niet dat bedrag is wat je zou krijgen als je multiplatform gaat zijn ja nee het is duidelijk dat uh, bij Square zit iemand in de top die uh, politiek aan het bedrijf is en niet bezig is om zijn bedrijf uh, gezond te houden nee. oh. uh, goed punt hier ook uh, absoluut dat dat blockchain gelul weet je ja. dat die shitcoins in je games niemand wil het NFT's kut crap uh, ja, de, de, ze moeten daar echt per direct mee stoppen. Games moeten. ze moeten gewoon goede games gaan maken. Want dat is het hele probleem, man. Ik bedoel, al hun geld zit altijd in die fucking Final Fantasy shit. Ja. En op een gegeven moment, ja, als mensen het niet meer de moeite waard vinden om daar een console voor te kopen. En om heel eerlijk te zijn, er zijn ook nog niet genoeg PlayStation 5 nou Ja, gekocht, dat, dat is het, hè? Gewoon... kijk, Final Fantasy. Ik, ik, uh, ik geloof echt wel dat het een goede game uh, gaat zijn als ik de mensen spreek die echt in Final Fantasy. Te. Maar het is hè, laten... Maar hier in Europa is het een niche. Nee, dat bedoel ik van, van, er zijn er geloof ik 30 miljoen nu verkocht, weet je wel. Dit is gewoon een wat klein Ja, het is een grote niche, maar een klein. doel, je verkoopt er misschien 5, 5 miljoen, 6 miljoen. Dat is gewoon niet genoeg voor zo'n game. En zeker niet als het, het enige is wat je, je. Nee, dat bedoel ik. Ja. Zo'n game, als het op de Xbox was, dan, 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 dan verkoop je er in ieder geval 10, 12. Weet je, dan ga je de goede kant op. Ik weet niet of dat, dat, dat soort aantallen überhaupt mogelijk zijn voor, voor iets als Final Fantasy. Maar. Nou, Vaar, goed, dat ja, ja, uh, uh, we weet ik niet. Maar. Uh... Het is wel een dingetje en um, ik weet gewoon niet goed genoeg hoe dat in Japan gaat als zo'n man, maar uh, als Final Fantasy nu gewoon niet goed scoort, of het dan die tijd is dat uh, 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 een, een raad van bestuur gewoon zegt van, hey dude, um, ja eruit, eruit en, en iemand anders erin. Om die... heel eerlijk te zijn, ik weet niet of Xbox het verschil zou maken, maar bijvoorbeeld de Switch, uh, heel ja. populair in Japan, ja. uh, dat zou een fantastisch. Maar Final, of, of Final Fantasy F kan daar niet op draaien, ja. de Final Fantasy 10. Het, het is wel een issue. En uh, ik maak me ook wel echt zorgen op Square. Ik, ik, Ubisoft en Square zijn voor mij wel een beetje de overname kandidaten met Konami. van, van het komend uh, half jaar en om 2024. Um, het loopt gewoon niet heel erg lekker. Maar we gaan kijken of Final Fantasy nog voorbij komt in de persconferenties. Um, ja, vanaf de volgende piepshow, show. aanstaande dinsdag. Dan hebben we al die persconferenties achter de rug. En dan kunnen we eens even lekker gaan inhakken. Of misschien wel uh, lof um, over. Uitgevers heen gooien die goed of slecht hebben gepresteerd. Yes.